Hey gasten, Tom en Stijn hier met een nieuwe analyse van... Don't Starve. Don't Starve. Het is een survival game. Beetje horrorachtig, maar toch weer niet en toch weer wel. En het heeft een geinige aesthetic, zoals je al ziet. Het heeft een eigen art. En je ziet het ook wel. Het, ziet, het is 2D, maar dan in een 3D wereld als het ware. En in het begin heb je de character selection. Daar kun je dus van allemaal characters kiezen die kun je unlocken, et cetera, et cetera. Elke character zijn eigen specialiteiten. Ja. En als je begint lijkt het misschien een beetje op Minecraft. Dat je wat boompjes gaat omkappen, dat je wat steentjes gaat minen. Ja. Zoals heel veel games van vroeger waren vooral. Zoals Warcraft. Ja, en... Nou ben je bezig met spinnen uitdagen. Je grootste angst. en de mijne ook. Het is een beetje scary, want deze spinnen die springen ook met een zappie. Dat was nieuw in de update en dat wist ik nog niet toen ik daarachter kwam. Ai, ja. Dus jij had wel zoiets van, wat? Weg hier. Een beetje te laat, maar... Maar goed. Bijna dood ook. Hoe dan ook, dan wordt het 's avonds. En 's avonds moet je licht hebben, want je mag niet te lang in het donker blijven. Dan ga je dood. Dan, you've been eaten by a grue. Gaat dan gebeuren. You've been eaten by a grue. Voor de mensen die dat kennen. En het is eigenlijk hetzelfde principe als Minecraft. Je moet niet in de donker komen, want dan komen de mobs, als het ware. Yep. En dan ga je eten boven, want aan de rechterkant zie je zijn maag en zijn hart. En zijn maag die heeft het een beetje moeilijk mee. Dus, ja, spel je natuurlijk Don't Starve dus. Je don't mag... Starve. Don't Starve. Juist, juist. Jij hebt echt iets met spinnen, hè? Ja, sorry. Je doet er gewoon om. En nou, de spinnetjes ben ik hier een beetje aan het rondkijten. Om te zorgen dat ze mij niet kunnen raken, terwijl ik hun wel aanval. Ja precies, gewoon dodge en een aanval, dodge aanval, dodge aanval. Dat is het meest effectieve tegen die NPC's en zo. Sommige vijanden, als je die aanvalt, dan krijgen ze niet zo'n temporary stun. Dus die zijn wel wat pittiger. Het is niet allemaal hetzelfde wat dat betreft. Oké. En ik had laatst gelezen dat er een update voor was, met dat je grond kan graven, dan kun je huisjes opzetten en wat niet. Klopt, je kunt nu een beetje gaan terraformen als het ware, dus je kan de grond aanpassen. Je kan namelijk plantjes kun je meenemen, maar als je die uit de grond haalt, die zet ze ergens anders neer, moet je ze bijvoorbeeld fertilizen. Oké. Of ze hebben een specifieke biome nodig, dus dat is, daar zijn ze nog steeds wel druk mee bezig. Op zich wel leuk, en ik zie dat... A cloud of energy. Dat spookje dat heeft een beetje op mij gemunt, maar zolang ik mijn afstand hou is niks aan de hand. Alleen zodra ik dichtbij kom, krijg ik automatisch damage. En dus, van afstand houden hou jij niet zo te zien? Nee, ik was een beetje koppig. En toen was ik hetzelfde, dus toen dacht ik, ik zet de hele zooi maar gewoon in de hens. Vieze pyromaan. Echt, hè? Het zal ook eens een keer niet. Maar nee. Je kan zien dat deze game wel heel veel te bieden heeft. Het is wel heel open en heel donker. En dat valt je. Dat is de Gru die je hoort. De Gru, jongen. Hij gaat je pakken. What was that? Het is ook zo leuk, want die character die praat zo'n accordeon. Ja, klopt. Ja. Echt geniaal gedaan. Maar goed, de game is nog een beta. Maar je kan hem dus nu al op Steam krijgen. Ja. Het is de moeite waard, want het is een hele apart stijl. Dus mocht je van survival horror-achtige games houden. Want je hebt ook heel veel tactieken die iedereen kan doen. Zoals kun je bevriend raken met deze gastjes. Alleen ik niet. Nee, dus dat is dan weer jammer. Dat was deze Bro Gaming analyse. Ik ben Tom. Ik ben Stijn. En ik zeg op morgen. Bro Gaming out. Dat was hem. Dat was hem. Dat was hem.